Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de vorige week een afvaardiging van het traditioneel gezag van Muntjekreek in het district Brukkebonde ontvangen om te praten over de situatie van het gemeenschapsbos. Er was namelijk conflict tussen de dorpsleiding en een houtonderneming enerzijds en tussen de dorpelingen en het traditioneel gezag anderzijds. De minister heeft tijdens het gesprek de zaken verduidelijkt voor de belanghebbenden. De minister zegt dat de woede en ergernis van de mensen voor een groot deel gebaseerd is op verkeerde en onvolledige informatie. Teju arkibung dat ik samitaki dan een stukje frustratie samende. Asane sorgo nawansei, sano abif deso. En nu collega, desma uit, fa asans don precies. U denk ik ook toetaki eigenlijk. Heeft zulke beschuldigingen uit, dan je denk je dat je er een stukje hoor en wederhoor passen toe. Dus was toch verantwoordelijkheid drapen ook toe in de mediahuizen voor verifiëren en even voor je voor tracé. Dat nog zijn in ieder geval die zie, oké, uno look en zo, u look tak van Gomorrah Fara. En afas van we corrigeren dat ook een overeen ook toe naar gemeenschap, naar afas van we ook naar Makandra Gomorrah Fara. En dan at toekomst heeft ze sorry, Suma bij de bepaalde zijn na Suma nog bij de bepaalde. Minister Dikan is blij dat het conflict is opgelost. Er zijn afspraken gemaakt waarin ieder zich aan moet houden, zegt hij. Nu we Gomorrah Fara in Apistor dat hij. Voetjaar moro-richtlijnen, moro-begeleiding. En ik denk ook toe, een big stukje bewustzijn. Campagne moest komen op gang. Leg de gemeenschappen uit, dat traditioneel gezag, de gemeenschappen. Maar ook toe de commissie zijn stel in. Voor zorgen dat de verantwoord toe. En de regels zijn abi, met de horen naar de regels. Ook toe apisie voor onbegrip over het districtsfonds. Natuurlijk de commissarie speelt een vaak belangrijke rol naar de districtsadministrateurs. Dus alle zijn dat die moeten worden moro fini en kan de chimoro regelmatig ook toe, want zijn epsan attack na te asan konso je gebruik aangelegenheid dat die voelt uit. Maar ik denk u moet gewoon stap naar visie. Dus we wachten aan evaluatie even. En bij de evaluatie dan we moro concreet zeg zo richting Oango. Maar voornamelijk dat de conflicten zijn de tijdens de in de gemeenschap bossen nodig moest beperkt tot een minimum. Edgar Dikan, hij is minister van regionale ontwikkeling. Hij heeft de vorige week samen met de bewoners van het gebied van de Muntjekreek de problemen die er waren opgelost.